Amerikaanse kunstenaar Herb Parker heeft een Drentse kathedraal gebouwd. Geïnspireerd op bouwwerken uit de vroege steentijd. Het is een tentachtig bouwwerk gemaakt van palen. Er zit een spiraalvormige opbouw in. Je kunt naar binnen lopen. Prachtig die palen zo. Hier ligt een steen. Daar kun je op gaan zitten. En dan kun je gewoon eens even lekker nadenken.